Maar ik snap niet hoe het kan. Wil je nou niet eens een keer een truc uitleggen? Dat wil ik best wel. Hier waren spulletjes die echt in mijn goocheldoos zaten en waarmee ik mijn eerste truc deed. En dat was de truc met het gele doekje. En dat is een hele goeie, want dat klopt. Kijk, kan ik laten zien. Kijk, het gele doekje zak. En je wappert dan dat doekje op en neer. Goochelaars noemen dat het afleiden van de aandacht. Goed blijven afleiden met het gele doekje, ziet niemand het. Dan komt het. Dan zeg je, ik stop het doekje in mijn vuist. Nou, ik stop het witte ei in de zak. Ik laat het nog even aan iedereen zien dat het witte ei echt in de zak gaat. En leg je hand aan jou, nog even op de zak. Voel je het ei? Anja voelt het ei. Ja, dat is een beetje dubieus inderdaad. Ja. Ik pak het ei uit de zak en gooi het zo zoef in de lucht. En het is gehoorloos verdwenen. Zoef. Nog iets. Ik wou dat ik dat zakje was, Anja. Ik gooi het ei in de lucht en ik vang het op in de zak. En terwijl ik dit doe, zeg ik kazam. Ik laat mijn hand aan iedereen zien dat hij leeg is. Ga met mijn lege rechterhand in de zak en haal tevoorschijn het ei.